Henry, 25 jaar in dienst bij Willem II. Ja, eigenlijk is het langer dan 25 jaar, hè? Ja, ik ben in 1 juli 92 ben ik begonnen bij het huidige Jong Willem II. Dat was toen het tweede elftal. En dat werkte ik op onkostenvergoedingsbasis. En dan kwam ik hier 4 avonden en een zaterdagochtend. Maar dat is wel de start geweest. Daarvoor werk ik bij de spoorwegen en werk ik bij amateurclubs. Kijk, als je daar 40 uur werkt en je komt er hier nog eens, maar goed, investeren, hè? In jezelf. Ja, en wat zegt dat over jou dat je die carrière switch maakte? Op een gegeven moment stond ik in tweestrijd wat ik zou moeten doen. Of in mijn vak, het toenmalige vak, cursus en bijscholing volgen. Of iets doen wat ik echt leuk vond. En toen ben ik dus, het is nu ongeveer 30 jaar of 32 jaar geleden, dit vond ik leuk. En daar ben ik mee begonnen. En het is uitgegroeid dat wat we nu allemaal weten. Ja, en het was Martin van Geel die je destijds naar het eerste elftal haalde, toch? Ja. En Martin die heeft me toen met het eerst fulltime bijgehaald. Vanwege de uren waren zoveel en ook niet meer, op een gegeven moment niet meer te combineren. En die heeft me toen hierin gehaald, ja. Gedurende jaren ben jij meer dan een verzorger, ook een vertrouwenspersoon. Hoe is dat proces verlopen? Hoe is dat voor jezelf gegaan? Ja, dat gaat vanzelf. De jongens merken, als ze probleempjes hebben, dan komen ze bij je of bij de fysio, bij Gijs en bij mij. En de jongens hebben schroom om naar de trainer te stappen soms. En dan zijn wij een mooie tussenstap en wij filteren wel waar het terecht moet komen. Ja, wat is eigenlijk, jij bent er nu in 25 jaar, wat zijn eigenlijk de grootste ontwikkelingen die je hier hebt gezien? Ja, de professionalisering. Het aantal mensen dat hier werkt. Vroeger zat ik met een trainer, assistent trainer, materiaalman, een dokter en ik. Zat met 5 op de bank. En nu kunnen we bijna op de tribune gaan zitten met z'n allen. Dan zit het stadion half vol. Daar zijn van die dingen echt wel veranderd. Te goed hoor, pas op hè. Want elk specialisme heeft een extra specialist nodig. Ja, in die 25 jaar heb je ook heel veel spelers meegemaakt. Ja, als je een paar mag opnoemen waar je echt een heel goede bal mee had. Ja, ik heb met Geert de Vlieger had een goede bal, heb ik nog wel contact mee. Natuurlijk John Veskes sowieso, een jongen van waar ik zelf ook mee gevoetbald heb. En zo zijn er maar meerdere waar ik nog regelmatig contact mee heb. En dan vooral via de app. Via app. En trainers? Ja, ik heb nog regelmatig contact met Den Verwijk, Rob Maaskant zo af en toe. En dan is ook wel enkele waar ik natuurlijk wel, Jurgen Strebbel niet te vergeten, heb ik ook nog regelmatig contact mee. Ja. Het mooiste moment in die 25 jaar wat je hier hebt meegemaakt? Ja, dat is behalve de Champions League natuurlijk. Hè. Uit bij Cambuur, ja. Hoger kan niet, voor ons niet. Maar Champions League is het hoogste voor een Nederlandse club. Ja, het winnen van de Champions League, maar dat gaan we niet doen. Denk je? Nou. Ja, dat is al een aantal jaren terug, maar toen kwam er een spandoek. Ja. Ja, geweldig. Echt geweldig. Ik had eigenlijk niet zo door. En het was op het einde van de wedstrijd. En het einde van het seizoen was het toen volgens mij ook. En toen werd een van de spelers altijd zeggen, Henry, kijk eens. Ja, fantastisch. Echt mooi.